Hey, leuk dat jullie nog steeds kijken. Ja, het gebouw wat je achter mij ziet, dat grote gebouw, dat staat op de sloopplan. Het is het oude ziekenhuis van Velp. Eerst heette het ziekenhuis Velp, toen het ziekenhuis Rijnstaten-Velp. En nu staat het op de plan om gesloopt te worden. In ieder geval, ik ben eventjes onderweg met de fiets naar een paar leuke plaatjes hier in het dorp. En ik neem jullie gewoon lekker mee. Ik zou zeggen, blijf kijken. Ja, zoals ik toevallig toen straks ook al heb verteld in mijn vlog, ga ik langs oude plekken van Velp. En op dit moment rij ik recht tegenover een kerk die al een poosje er staat. Dus ja, ik neem jullie mee, tot zo. Ja, zo sta ik op het terrein van een van de oudste kerken van Velp. En misschien herkennen degene die in de echte Velpenaren, die gaan hem zeker wel herkennen. Want we hebben het over de kerk de Oude Jan. Het schijnt dat die kerk al sinds 1835 of zo hier staat. In ieder geval weet ik niet helemaal zeker. Ik ga in ieder geval er wel de beschrijving zo ervan bijpakken. Zoals je op mijn achtergrond ziet, is toch eigenlijk best een heel mooi plaatje. In ieder geval, ik ga de beschrijving erbij pakken en ik doe natuurlijk, zoals je nu ziet, een foto van toen en nu. Natuurlijk maak ik ook nog heel even, zoals wat ik normaal altijd doe, even een ronde om de panden van Velp waar ik rondomheen kan lopen. Dan ga ik een film in ieder geval in mijn vlog meenemen. Dus ik laat jullie even rondom de kerk zien wat het allemaal is, hoe die eruit ziet. De tekst is niet zo heel goed leesbaar, maar ja, er liggen in ieder geval wat oudere stenen. Ja, en als we het dan toch over oud hebben, er staat ook nog een hele oude waterkraan. Een hele oude waterkraan. Waar die precies heeft gestaan in Velp, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die voor de Oude Jan staat. En natuurlijk ga ik proberen om het even te googlen waar die heeft gestaan. Maar in ieder geval, hier staat die. Wat ik al zei. De oude waterkraan. En zo zijn we op weg naar een van de oudste supermarkten van Velp, Gelderland. Vroeger heeft daar een winkel gezeten, een supermarkt. Maar de supermarkt is er nu niet meer, bestaat ook niet meer. Wel is alleen de drankhandel nog gevestigd, maar de supermarkt zelf is er niet meer gevestigd. Ook stonden er nog enkele woonhuizen. Maar die zijn ook weggehaald. En daar is niks voor in de plaats gekomen. Dus de plek is nog helemaal leeg. En ik laat jullie natuurlijk zien waar dat was. Kijk, zoals je ziet staat er helemaal niks meer en is het alleen maar één en al onkruid wat er staat.
Maar om terug te komen wat ik toen straks zei over de oude drankhandel, die is er dan nog wel. Kijk, dat is deze pand. Jan van Doorn heet het. En hij doet nog steeds dienst. Kijk, ik zal even kijken. Je kunt toevallig niks zien omdat hij nou gesloten is. En hiernaast, met die witte ramen, daar zat de eerste supermarkt van Velp. Natuurlijk hebben we ook een hele oude wijk wat helemaal op de schep gezet is, op zijn kop. Dat heette het Dreeshof. Voorheen stonden de hele oude woningen. Woningen zijn weggehaald. Er zijn nieuwe woningen voor in de plaats gekomen. En ik neem jullie mee waar dat was. En is. Eigenlijk het leuke van het hele verhaal is dat dus de weg wordt nog gerenoveerd. Dus daar komen ook nieuwe tegels in, een nieuwe trottoir. Maar wat wel blijven behoud is het stroomhuisje. Natuurlijk met een nieuwe hek eromheen. De oude, dat staat volgens mij of in het museum, in het Velpse museum, of het is gewoon weg. In ieder geval, ik wou het jullie laten weten. En willen jullie natuurlijk weten hoe het eruit heeft gezien? Ik tel van 1 naar 3 en dan zien jullie hoe het er vroeger uitzag. 1, 2, 3. Volgens de informatie die ik heb gekregen gaat het Belletjeshofstraat weg. Dus dat betekent dus dat die huizen die er nu nog staan gesloopt worden. En dat die straatnaam verdwijnt. Wat ik dus best wel erg vind. Want ja, ik vind een straatnaam moet je eigenlijk ook behouden. En niet wegdoen als gemeente of als in een dorp. Wat wel jammer is, is dus dat er ooit dus een brand geweest is. Waardoor ontdekt is dat dus de woningen die er staan heel erg brandgevaarlijk zijn. Dus niet voldoen meer aan de eisen. Vandaar dat het weggehaald wordt. Hier heb je bijvoorbeeld zo'n stukje. Je ziet het. Oh, dat was bij de camera. Je ziet het al. Hier is dus dat huis wat brand geweest is. En hier zie je dus dat ze de gevel dus al vervangen hebben voor houten panelen. Heel jammer. In ieder geval laat jullie eventjes zien hoe de woningen eruit zien tot nu toe. Je ziet het al een beetje achter me. Maar ik laat jullie wat meer zien. Ja, zoals ik natuurlijk net al zei, je ziet het misschien al in de verte, het buurthuis, oftewel de binnentuin, zo heet het, de flatgebouw waar die nu op staat. De flatgebouw staat op het oude buurtcentrum en op de oude woningstichting corporatie van gemeente Rheden. Natuurlijk zijn we daar al wat eerder geweest, want in de vorige vlogs zien jullie dat ik dus naar het Richard Krajcekveld ben geweest. Dat ligt naast het buurtcentrum. Hier zo stond de Zuidhoek. En hier zie je dus eigenlijk al het buurthuis. Waarvan aansluitend natuurlijk het speelveld voor de kinderen van het Johan Cruijffveld staat. Nou, in ieder geval, ik hoop dat jullie van mijn vlog genieten. En dat ik natuurlijk dat jullie allemaal abonneren op mijn kanaal. Natuurlijk doe even dat blauwe duimpje omhoog. En zet in de comments, in de reacties,
wat ideeën in, zoals bijvoorbeeld een opdracht wat ik zou kunnen gaan uitvoeren voor jullie. Of een leuke korte challenge of een lange challenge. Het maakt eigenlijk helemaal niet veel uit wat het is. Als jullie maar input geven, want ja, zonder jullie als kijkers weet ik niet wat ik moet gaan doen. Want ik kan wel heel veel dingen gaan verzinnen, maar het is leuker als jullie daarmee komen dan dat ik het zelf moet gaan verzinnen. In ieder geval, geniet van dit filmpje.